staan hier in de Loosduinse Hoofdstraat. Al enige tijd geleden heb ik schriftelijke vraag gesteld aan het Haagse stadsbestuur omtrent de onveilige verkeerssituatie hier in de Loosduinse Hoofdstraat. De bewoners zijn het zat en ze voelen zich niet gehoord. Er moet nu eindelijk actie komen. Wij gaan in gesprek met de bewoners van hoe zij dat hier ervaren en wat eigenlijk volgens hun de oplossing zou zijn. Ik denk dat fietspaden veiliger zouden worden op de weg. En dat de weg iets breder gemaakt wordt. Want we hebben ontzettend brede stoepen. En daar kan makkelijk een stukje af. Dan wordt het middenweg breder en een fietspad langs. Dan hebben wij ook geen last meer, denk van de fietsers op de stoepen. Het college heeft de schriftelijke vragen beantwoord. Die vragen heb je gezien. Wat vond je daarvan? Slecht, of een slecht beantwoord. Want ze hebben niks aangenomen. En ze zijn hier ook niet geweest om met de bewoners te praten. Deze weg is een paar jaar geleden helemaal nieuw geconstrueerd, maar ze hebben hem smaller gemaakt. Dus de fietsers die hebben heel veel last van de auto's. Kijk, kan je het mooi zien aan de overkant. Je ziet, daar rijdt er iemand met zijn scootertje. Handhaving heb ik ook voor gepleit. Ik zeg, ga eens een keer een dagje staan hier. Dan zie je wat er over de stoep kon rijden. Maar niemand, je ziet niemand, je hoort niemand. Ik weet niet eens wie de wijkagent is of wie ze zijn. Ik woon hier al bijna 9 jaar. Ik heb geen idee. Maak de Loosduinse Hoofdstraat veiliger.